gisteren de eerste twee debatten gehad. Eén met het ROC en smiddags met op Theresia, het scholierendebat in Tilburg. Wat ik 's ochtends heel opvallend vond was dat jongere mbo-studenten zeggen van voor ons zijn er onvoldoende kamers in Tilburg voor een prijs die wij kunnen betalen. En ik heb ook voorgesteld aan die jongeren om de komende tijd ook met de Task Force studentenhuisvesting mee te gaan praten. Zodat er ook voldoende huisvesting voor mbo-studenten komt. Dat is echt de moeite waard. Het is ook nodig dat die er komen. En ik merk dat het een groot probleem is bij mbo-studenten. Dus dat gaan we de komende tijd inbrengen in de taskforce. Twee, 's middags was het debat over onder andere jeugdfaciliteiten en over sport. Met de Theresia scholierendebat. En wat mij daar opviel was dat er een grote roep is over goede sportvoorzieningen. En dat dat werd breed ondersteund. En ons voorstel is van de Partij van de Arbeid om de komende tijd met de provincie en met het bedrijfsleven in Tilburg in gesprek te gaan om te zorgen dat alle kinderen, want nu is 92% van de kinderen sporten, maar we moeten er echt voor zorgen dat 100% van alle kinderen kan gaan sporten. En we moeten de handen ineens slaan met provincie en bedrijfsleven om dat voor elkaar te krijgen. En ik denk dat we een geweldige kans hebben op dit moment, want de beste jeugdzorg is sporten. En wat zou er nou mooier zijn als een paar miljoen wordt afgetrokken van de 300 miljoen die de provincie per jaar beschikbaar stelt voor jeugdzorg. En dat we die in Tilburg steken in nog betere sportfaciliteiten, zodat alle kinderen kunnen sporten. Nou, dat is onze ambitie. Daar gaan we de komende tijd aan werken. En ik denk dat het heel goed zou zijn als we wat jeugdzorggeld van de provincie inzetten voor sport. Dat gaan we de komende tijd doen.